ben Dimitri Rondeau, ik ben operationeel verantwoordelijke voor Velo Antwerpen. Ja, het is in elk geval heel praktisch. Ja, je moet gewoon even je kaarten voorhalen, je hebt een fiets. Er zijn heel veel fietsstallingen, dus je moet nooit ver stappen. En je hebt eigenlijk niks om de hand, dat vind ik wel handig. Ik heb, ik denk, een maand of vier moeten wachten. Ik schrok wel even omdat ik nummer 1843 had op de wachtlijst, maar dat ging toch veel sneller dan verwacht eigenlijk. De lange wachtrij, die gaat er blijven staan zolang dat er niet echt een uitbreiding komt. Nu, die uitbreiding die is voorzien voor het voor deze zomer. Wat betekent dat wij bijna verdubbelen aan capaciteit van fietsen en fietsstations. Waar dat er dus ook de wachtlijst zal verdwijnen. Het is eigenlijk een beetje, denk ik, slachtoffer van zijn eigen succes. He, zoals je ziet nu, ik ben de laatste die zijn fiets hier kan zetten. Als je nu met je fiets hier komt, dan krijg je hem niet weg. Maar voor de rest denk ik dat het alleen maar positief is om meer fietsen in het stadsbeeld te zien in plaats van wagens. Op zich is dat niet zo'n punt. Veel stations liggen dicht genoeg bij elkaar. Dus dan zou ik nu doorfietsen. Het is nu net jammer, want ik moet net hier zijn. Onze mensen die hier rondrijden, onze regulatievoertuigen, dus die de herverdeling doen van alle fietsen, die worden daar op ingezet. Dus wij hebben de focus op die lege en die volle stations en proberen we zo vlug mogelijk iemand naartoe te sturen als die vol staat en of als die leeg staat. Natuurlijk, tijdens bepaalde momenten van een dag is dat zeer moeilijk. Je zit met verkeersproblemen, je zit met problemen dat de regulatoren er niet echt geraken. Noem maar op. Ook de hele grote drukte in de stad zelf maakt dat je soms dat je dat niet 100% kunt garanderen. We gaan dat zoveel mogelijk proberen te garanderen, maar 100% gaat natuurlijk spijtig. Het is echt in een periode geweest dat er heel veel defecten waren, omdat ik heel vaak moest bellen dat de fiets niet goed werd geregistreerd. De versnelling wil nog wel eens haperen. Dat is zeer geregeld, maar verder geen defecten. Als een defect wordt gedetecteerd door 1. Onze klanten, 2. Onze regulatiemensen, dus onze regulatievoertuigen, wordt die direct van de baan afgenomen en wordt die ook hersteld. Dus zodra dat, die defecten worden gedetecteerd, worden die ook hersteld. We hebben vorig jaar, in 2012, hebben wij 5000 fietsen hersteld. Dus we hebben 1000 fietsen, dat zou dus ongeveer willen zeggen dat elke fiets bijna 5 keer binnenkomt op een jaar. Dus om de 2 à 3 maanden komt de fiets 1 keer zeker binnen. Als ik, god weet ik waar, ergens beland of zo, dan kan ik altijd met de velo naar huis.